Dag dames en heren, vandaag zag het de weerbeeld erop heel veel plaatsen vriendelijk uit, met naast blauwe lucht ook wel wat wolken, maar in ieder geval volop ruimte voor de zon. In bijna het hele land was dat het geval. In de middag schoven er namelijk ook wat dikkere wolkenvelden over het noorden van Nederland, sluierwolken. En in België, daar was ook vandaag toch weer van die laaghangende bewolking aanwezig. Het zuiden van Limburg en ook zelfs Vlaanderen kreeg daar af en toe nog een schamschot van mee, zodat het daar in de middag ook af en toe toch weer somber was, zoals het de afgelopen weken zo vaak is geweest in Nederland. Maar in grote delen van het land klaarde het dus eventjes heel mooi op. Dat is van korte duur, want vanuit het westen komt er meer bewolking onze kant op. En vanavond is dat al het geval. De eerste bewolking is vooral nog hoogbewolking. Daar valt geen regen uit. Maar we zien wel dat regengebieden geleidelijk aan onze kant opkomen. Vooral ten noorden van onze langstrekken. Maar vannacht kan het een beetje miseren. Ook morgen is dat het geval. Richting zondag, dan lijkt het weer wat op te gaan klaren. En zo ziet het ernaar uit dat zondag de beste dag is wat betreft zonneschijn dit weekend. Verder op het randje van de kaart verschijnt dan zondagavond een vrij klein maar actief lage drukgebiedje. Dat lage drukgebied trekt waarschijnlijk zo'n beetje richting Denemarken, de Duitse bocht. En bepaalt maandag het weerbeeld. Dat lijkt dan een onstuimig dag te worden. Daar kom ik zo meteen nog wel eventjes op terug. Want we kijken eerst even wat er vanavond ons staat te wachten. Temperaturen van zo'n 5, 6 graden. Veel bewolking. Op de meeste plaatsen is het nog droog. Maar vannacht dan kan er uiteindelijk uit het wolkendek soms een klein beetje regen of mise regen vallen. Temperatuur verandert weinig, maar de wind die gaat wel wat aantrekken. En morgen staat er in met name het noordelijke kustgebied toch een volle windkracht 7 uit west, later noordwestelijke richting. Er wordt wel zachte lucht aangevoerd. Temperaturen in de dubbele cijfers, een graad of 11. Een groot deel van de dag is het bewolkt. Kan zelfs een beetje mise regen uitvallen. En later op de dag dan klaart het in het noorden een beetje op. Ja, en of die opklaring ook Overijssel, Flevoland en bijvoorbeeld Zuid-Holland aan gaan doen. Ik heb daar nog een beetje mijn twijfels over. Maar goed, misschien nog net aan het einde van de middag een streepje zon in die delen van het land. Ja, kijken we dan naar zondag. Dan ziet het naar uit dat het een wat rustigere dag is. Een prima dag om erop uit te trekken. Wel wat lage temperaturen, een graad of 7. En die buien die in de kaarten staan, die zijn waarschijnlijk pas voor in de late avond. Overdag is het gewoon droog. Na nou, maandag wordt dan een onstuimige dag met veel wind, misschien wel windstoten in de kustgebieden van zo'n 90 of 100 km per uur. Af en toe breekt de zon door, maar er valt ook regelmatig een bui. En het is wat kouder, het is wat guurder. Met een graad of 6 in de middag. Misschien zit er wel een bui met wat hagel of een klodder natte sneeuw tussen. Dinsdag gaat de temperatuur dan weer wat omhoog, maar dan valt er wederom regen. En ook de dagen daarna houden we het niet droog. Temperaturen bij dat alles rond een graad of 7. Dus winterweer, dat zit er voorlopig niet aan te komen. Fijn weekend.